Dit hier is de firma Wassenaar, ex-sponsor van het Hoenekop Festival XXL. De firma is bekend uit de film Stier, maar ik vanwege hun prachtig mooie vrachtwagen. En dat ben er nogal wat. Almachtig! Hoeveel vrachtwagens hebben die lui? 17 stuks, Freddy. Dit is firma Wassenaar uit Bidgemolen. Mooie wagens hoor, met al die hartjes. Dat zijn geen hartjes, Freddy. Dat zijn pompenbladen. Ja, firma Wassenaar, dat begon al in 1928, hè? Paken Wassenaar was eigenlijk een simpele agrariër. Maar met de komst van de mechanisatie kochten zij hun allereerste trekker. Dat was zo'n trekker met 4 wielen. Maar ja, dat leek wel 3 wielen, want die voorste wielen die zaten zo heel dicht bij elkaar. Hè, joh. Ongelooflijk. Gaandeweg is het bedrijf uitgegroeid naar een transportbedrijf. En ze vervoeren van alles. Bijvoorbeeld slip, want dan rijden ze met slip het land in en dan komen ze met stront weer thuis. En die stront, die kunnen ze ook op allerlei manieren bewerken. Zodat een akkerbouwer weer te kust en te keur uit de voeten kan met die stront. Wat ontzettend interessant, Emiel. Vertel eens verder. Ondertussen is de firma Wassenaar / Mestweg.nl ook nog een loonbedrijf en een melkveehouderij. Mooi, hè? Ja. En weet je wat nog veel mooier is, Freddy? Ze hebben dus tegenwoordig voor op de combijn het meest geavanceerde korrelkneuzerapparaat uit Amerika. Daarmee ontspringt geen enkel maiskorreltje de dans. Zo zet Wassenaar zich maximaal in voor de omzet van voer naar melk. Wie bent tegen wie is mij de firma Wassenaar als sponsor van het Hoenekop Festival XXL.